Hallo beste lieve mensen, welkom bij deze kleine update video en speciale video samen met Erik. Hallo Erik. Hallo Vincent. En zoals je ziet op de website, de summer sales van Steam zijn uitgekomen van 19 juni tot en met 30 juni. Zoals je hier ziet waar mijn pijl staat, de summer sales. Elk jaar krijg je fantastische aanbiedingen op Steam. En Erik, fantastische prijzen. Het zijn hele mooie prijzen, echt super vet gewoon. Mijn portemonnee gaat hier leeg door raken, vrees ik. Absoluut. Elke dag nieuwe games die je kan kopen voor een hele lage prijs. Denk aan Far Cry 3 voor €5. Mirror's Edge voor €2,50. Dead Island Riptide voor €5. Overal gaat procenten met de prijzen vanaf. En bijvoorbeeld ook een voorbeeld speciaal voor jullie. Gaan we even naar Euro Truck Simulator. Want je ziet het zeker weten. Euro Truck Simulator 2 is voor €5 te koop. Nou, ik wil... ja, 5 is geen geld. Nee, en zelfs deel 1 is maar €2,50. Nee joh. En wie ben ik dan om die niet te kopen? Ik ga gewoon even deze kopen. En ik laat zien hoe het werkt. Als je op Steam pagina bent, op de link onder in de beschrijving, dan zie je bijvoorbeeld dat hier van €8 is die van €8 naar €2,40 gegaan. Nou, en dan kan je dus... Je kan trouwens ook de bundel kopen. Die is €9,24. En dan krijg je in plaats van €37, kan je hem voor €9,25 Euro Truck Simulator 2, plus de DLC, plus 1, plus Halloween Paint Jobs, plus Scania Truck Driving Simulator, plus Euro Truck Simulator Ice Cold Job Paint Blacks. Al die dingen, met busdrijven erbij zelfs nog, voor €9,24. Heb je bijna 4-5 games. Nou, en dan koop je het dus in winkelwagen, klik je dan. Nou, dan komt hij dus bij je account. Dan kan je hem als geschenk kopen of voor mezelf. Nou, ik wil hem voor mezelf kopen. Heel makkelijk. Ik ga kopen met PayPal. Ik bevestig dat ik in Nederland woon. Doorgaan. Je kan ook met iDeal betalen natuurlijk als je iDeal hebt. Of misschien heb je PaySafe kaartje. Of misschien voor de mensen die Visa kaartjes hebben. Maar dat is niet echt voor Nederland. Nou, dan gaat hij bezig zijn. En dan kan je via Steam. Dit is mijn Steam. Ik laat het even zien. Blablabla. Dit zijn alle games die ik beschik. Nou, het zijn aardig wat, maar ja, ik heb altijd wel... er is een fout opgetreden. Nou, dat krijg je dan inderdaad. Dat hoort niet. Maar dat kan zijn dat iedereen misschien wel de game koopt. En Erik, wat viel jou op in de Steam Summer Sales? Nou, wat mij sowieso opvalt, dat is dat het gewoon tot en met 30 juni is. Dat je echt gewoon ruim de tijd hebt om dingen te kopen. Heerlijk. Oh. En ja... Wat? Oh, wat doe je? Nee, ja, ik was even naar Steam Powered. Ik was altijd verkeerd. Maar jongens, linkje onder in de beschrijving. Hij doet het daar even niet, er is een fout opgetreden, maar ik ga dat zelf even nakijken. Nu, het is heel druk. Dus iedereen ziet het. Ja. Oh. Dus zeker weet even het kijken waard om even te kijken of er een game bij zit die jij leuk vindt. Elke dag nieuwe aanbiedingen. Zoals je ziet nog 21 uur te gaan. En hier zelfs nog elke 8 uur een nieuw spel. Dus... dat zie je ook nog hier verschijnen. Dus zeker weten kijken via de linkje onder in de beschrijving. Bedankt voor het kijken naar deze update video. En tot de volgende keer. Doei doeg!